Ja, dan ben ik er even terug. Nou, er is een advocaat vermoord. Oh. Ja, nou ja, er wordt een men is verbijsterd in het nieuws. Ik heb net een NOS-berichtje gelezen. Men is verbijsterd dat een advocaat is vermoord in Nederland. Nota bene. Mensen kennen het. Jongens, ik heb jullie hier al voor gewaarschuwd een aantal jaar terug. En we gaan weer even terug naar Deuteronomium 28. Ja? Dat hele verhaal van Deuteronomium 28, jullie kunnen dat zien in een van mijn vorige video's. Dit is precies wat er ook gebeurt, alweer. Dus ik waarschuw jullie nog een keer. Kijk, want God laat niet met zich spotten. Nederland is een steeds goddelozer wordend land en dat pikt God niet. Simpel zat. Kijk, als je God aan de kant zet, krijg je de duivel even terug. En dat is wat er nou gebeurt. Die advocaat is er niet voor niks vermoord, de maffia. En de misdaad, dat lezen we ook in de kranten, de misdaad krijgt steeds meer, grijpt steeds meer om zich heen. Men verliest de grip op de misdaad, op de criminaliteit, in Amsterdam bijvoorbeeld. En als Nederland zich niet bekeert tot God via Jezus Christus, er is geen andere weg, er is geen andere godsdienst die zeg maar daarin correct is, zeg maar. Als u zich niet bekeert als Nederlander zijnde, als Europeaan zijnde, tot Jezus Christus, of via, tot God via Jezus Christus, dan zal dit alleen enkel nog maar erger en erger en erger worden. De Deuteronomium 28, Leviticus 26, zegt hierover dat als u zich niet bekeert, dan wordt het 7 keer erger. Als u zich dan nog niet bekeert, wordt het nog eens keer 7 keer erger. Met andere woorden, het gaat zelfs exponentieel straks. Het is straks niet meer te stoppen als u niet op tijd zich bekeert tot God. Jongens, de ellende zal echt niet te overzien zijn als men zich niet in Nederland bekeert van de verkeerde wegen en terugkeert tot God, de God van de Bijbel. Alleen dat is de oplossing. Alleen terugkeren tot Gods woord, de Bijbel, tot Jezus Christus, is de enige oplossing. En ik blijf dit zeggen over de loop van de jaren. Ik heb het een aantal jaren geleden, al gezegd, en je ziet de gevolgen, de misdaad groeit, de liquidaties groeien, et cetera, al dat soort zaken. De economie verbetert wel, maar alleen voor de rijken. En niet voor de mensen die toch al, alleen voor de mensen die toch al rijk zijn, die worden rijker en de armen worden armer. Dat verschil gaat alleen maar toenemen. Er komt steeds meer ongelijkheid, waardoor de kleine man wordt uitgebuit en de rijke alleen maar rijker wordt. De rijken worden rijker ten koste van degenen die het niet zo goed hebben. En helaas behoor ik ook tot die laatste groep. Dus ik merk het zelf. Ik merk het aan de lijden. Wilde beesten komen in Nederland. De wolf, et cetera, die allerlei schaapjes verscheurt. En bla 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 bla. Straks zullen er mensenwolven die verscheurd worden misschien. Laten we een voorstelling. Als men dit niet stopt. Wilde insecten, of insecten die op een gegeven moment allerlei last veroorzaken. Allerlei ziektes met zich meebrengen. De reuze teek, zeg maar, die enorm veel Lyme-ziektes veroorzaakt. De agressieve wespen. Inderdaad, niet te vergeten de processierups waar we afgelopen jaar last van hadden. Allerlei insecten die onze natuur gaan aantasten. Onze natuur zal worden aangetast hierdoor. En waarom? God kan dit niet zegenen. God kan uw goddeloosheid in Nederland niet zegenen, mensen. En als u gezegend wil worden, zult u terug moeten gaan naar Jezus Christus, naar God. Simpel zat. Er zijn talloze voorbeelden op de wereld waarin het, zeg maar, op een gegeven moment als een gebied weer teruggaat naar God. Inderdaad, noem Kenia, et cetera. Dat zijn landen. Bij de Eskimo's, de Inuit, is er een hele opwekking geweest. In Cali, de drugshoofdstad van de wereld, een aantal jaren geleden. Er zijn heel veel mensen bekeerd en die drugskartels zijn daar aangepakt destijds. Dus terugkeer tot God betekent ook het verdwijnen van ellende uit je land. Dat gaat hand in hand samen. Et cetera, et cetera, et cetera. Tenminste, als u zich bekeert tot God. En dan kunt u zeggen, ja, daar ben ik het niet mee eens. Dat interesseert God niet. De resultaten liggen er. God vraagt niet om uw mening. God zegt van jongens, dit is het. Hiermee kun je het doen. Take it or leave it. En als je het lieft, dat is leuk en aardig, dan krijg je ellende op je dak. Dus God bepaalt de regels, niet u. Niet ik, maar God bepaalt de regels. Ik was laatst aan het evangeliseren en ik gaf een bijbeltje aan een dame. Ze zei van, nee, dank je, dat wil ik niet. Ik geloof wel op mijn eigen manier. En ik zeg, ja, maar God is de baas hier. Hè? Ja,
En ik zeg, ja, luister eens even, u hoeft er ook niet mee eens te zijn, maar God is de baas hier in dit universum. In dit universum, hè. Niet alleen op deze aarde, maar in dit universum. Dus u hoeft er niet mee eens te zijn. God, daar maalt God helemaal niks om. Het gaat om, het zijn regels. De hele universum is zijn schepping. Hij bepaalt de regels, niet u. Of dat u er wel mee eens bent of niet, zal God vers een worst wezen. Hier staan in de Bijbel staan de regels die hij bepaald heeft. En we hebben ons te houden daaraan. En dan gaat het ons goed. Daar is helemaal niks mee. Dat zegt Deuteronomium 28 ook. Als je luistert naar mij, prima, niks, geen probleem. Als je niet luistert naar mij, dan krijg je alleen maar ellende op je dak. Mensen met een vreemde achtergrond, die je taal niet spreken, die jouw grote God die gediend heeft. En de grote dienen die jij helemaal niet kent, et cetera. En ze gaan je terroriseren in je eigen steden, et cetera. Er komen allerlei ziektes die je niet kunt bestrijden. Er komen allerlei wildere beesten die op een gegeven moment ellende gaan veroorzaken, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dat is exact wat er gebeurt. De onrechtvaardige mens zal toegang nemen, et cetera. En nog meer ellende in je land veroorzaken. Nou, daar heb je de criminaliteit, et cetera. Dus mensen, God is duidelijk. Ja? Bekeer je tot God en het zal je goed gaan. Bekeer je niet tot God en dwaal steeds verder af van God en het zal je gewoon slecht gaan. En dit is nog maar een voorproefje. Oké, hier wil ik het bij laten. Denk erover na. Ik heb het al jaren te roepen. Luister ernaar en je zult gezegend worden. Luister er niet naar en je zal alleen maar nog meer ellende komen. Het komt straks bij je aan je voordeur en van je voordeur zal het in je huis komen. En dat voorspel ik je alvast, dan weet je het alvast wat je te wachten staat als je je niet bekeert tot God via Jezus Christus. Er is geen andere weg. Er is ook geen andere religie waarin je de correcte manier aanpakt. Dat is nou eenmaal zo. God van de Bijbel, die heeft het hele zaak hier gemaakt en bij hem ben je op het juiste plek en niet ergens anders. Oké, dit was de boodschap. Ik moet het kort houden. Hasta la basta, thanks for watching. Bye bye.